Hi allemaal, leuk dat je weer kijkt. Ik ga het vandaag met jullie hebben over sportkleding. Ik ga mijn favoriete sportkleding laten zien. En ik ga je een aantal budgettips geven over het aanschaffen van sportkleding. Ik vertel je waar ik op let, wat ik fijne merken vind en wat ik zo wel koop. En van alles eigenlijk over sportkleding. Dus kijk maar lekker mee naar deze video. Pak er een kopje thee bij, want dat gaat aardig lang duren, denk ik. Laten we maar beginnen met, naar mijn idee, het belangrijkste van een sportoutfit. En dat zijn de schoenen. Natuurlijk moet je je schoenen aanpassen op die sport die je doet. Dus ga jij hardlopen, dan heb je hardloopschoenen nodig. Ga jij voetballen, dan heb je voetbalschoenen nodig. Mijn schoenen die ik gebruik zijn goed voor het trainen. Dus voor fitness, zeg maar. Ik train in de sportschool. Ik doe fitness, ik doe zumba, ik doe bodypump, dat soort dingen. Daar gebruik ik sportschoenen voor. En voor mij de meest fijne schoenen zijn de Nike Freeze. Ik zal eerst mijn nieuwste paar laten zien. Dat zijn deze. Het zijn roze met een oranje wassing erin, zeg maar. Ik vind deze echt ontzettend fijn. Ze zijn heel flexibel, dus dat moet je wel aankunnen, zeg maar. Je knieën moeten stevig genoeg zijn. Ik heb een zooltje erin zitten. Ik heb op mijn voet, zeg maar, een zooltje laten aanmaken, omdat mijn knieën nogal vaak pijn deden. En dat zooltje wissel ik altijd in de sportschoenen die ik op dat moment aan heb. Ik heb nog twee andere paar Nike Freeze. Ik heb deze met blauw en een luipaardprintje en oranje accenten. En ik heb deze, van feller blauw met gele accenten. En alle deze drie schoenen draag ik echt ontzettend vaak. Ik heb ook nog andere Nike schoenen, die heb ik ook ontzettend vaak aan. Nike heeft een wat smaller footbed en dat zit voor mijn voeten gewoon ontzettend goed. Maar ik raad je aan, bespaar niet op schoenen. Ga echt gewoon goede schoenen kopen. Ga naar een winkel waar ze je goed kunnen adviseren. Als je wilt hardlopen, ga naar een running center, Runner's World. Laat je goed adviseren. Als je eenmaal een geschikte pasvorm hebt gevonden, zoals ik met de Nike Freeze, ga dan af en toe eens kijken bij bijvoorbeeld Bataviastad of Outlet Roermond of een Nike Factory Store of zoiets. Want je hebt heel vaak goede aanbiedingen van deze schoenen. En je kunt op een hele goedkope manier dan aan goede schoenen kopen. Ik heb vaak, kijk, schoenen heb je niet altijd nodig, zeker als je er al drie hebt. Maar stel, ik kom nu een hele goede deal tegen, wat laatst zo was. Dan koop ik altijd even een paar erbij, omdat als ze echt goedkoop zijn, ja, ze gaan toch niet af, zeg maar. Dus dan draag ik ze gewoon tegenover elkaar. Zeker omdat ik ze heel vaak draag. Dus laat een goede deal qua sportschoenen niet lopen, naar mijn idee. Verder, één ding waar ik ook niet op zou besparen, zijn op sport-BH's. Ik heb heel vaak dit soort type sport-BH's aan. Eigenlijk een sporttop is het, zeg maar. Met een razorback. En ik vind dit eigenlijk de fijnste sport-BH's. Ik koop ze altijd in een maatje kleiner dan dat ik eigenlijk zou moeten hebben. Dit is bijvoorbeeld een XS, terwijl ik eigenlijk altijd een S heb. Maar dan zit het allemaal goed stevig. En dat vind ik nou eenmaal super fijn. Dus dat is mijn tip voor sport-BH's. Ik vind toch ook, ja, bespaar hier niet op. Hij moet echt goed strak zitten. En ik heb persoonlijk nog geen goede sport-BH gevonden in een budget variant. Ik heb al wel sport-BH's van de Lidl geprobeerd. Ik heb wel de sport-BH's van de Hema geprobeerd. Maar voor mij zit het toch niet hetzelfde als bijvoorbeeld die van Shock Absorber of van Nike. Die kun je ook wel vaak met korting vinden in outlet stores. Dus ga ook weer even kijken. Ik heb deze bijvoorbeeld echt voor 7 euro in Bataviastad gekocht. En dat is echt een spot goedkoop voor een sport BH, want je betaalt vaak 30, 40 euro. Dan gaan we door met de sportbroeken. Daar heb ik eigenlijk als tip voor van investeer in een goede basic sportbroek. Ik heb bijvoorbeeld deze driekwart tijd van Under Armour. Under Armour heeft dit logo. Het is niet heel erg bekend in Nederland, steeds meer. Deze is dus driekwart lengte, dus net over de knie. Ik wijs mijn knie aan, maar dat kunnen jullie helemaal niet zien. Maar tot net over de knie en dat vind ik een hele fijne basic. Hier kun je van alle tops opdoen die je maar wil. Ik zal trouwens even een aantal foto's in deze video ook plakken. Als ik de kleding aan heb, dan is dat wat duidelijker voor jullie. Ik heb ook zo'n basic broek in een lange variant. Hij is toevallig ook van Under Armour. Want ik vind die broeken gewoon ontzettend fijn zitten. Waar zit het logo? Hier zit het logo. Dit is dus een lange tijd. Gewoon zwart. Heel basic. Maar ik heb besloten om te investeren in een goede basic.
Deze zitten gewoon echt top. Nike sportleding zit hem ook heel goed. Adidas zakken bij mij van mijn kont af. Maar dat verschilt heel erg per model. Of per figuur, zeg maar. Dus kijk welk merk jou ook weer goed zit. Maar heb jij iets bredere bovenbenen, probeer dan zeker eens de sportbroeken van Under Armour. Want ik vind ze echt super fijn. Dan heb je dus geïnvesteerd, je hebt wat meer uitgegeven aan een basic legging. En dan kun je een beetje spelen met gekleurde leggings of met leggings met een patroontje. Ik heb bijvoorbeeld deze gekocht bij de Decathlon. En dat is ook gelijk een hele goede budget tip. Sportkleding bij de Decathlon is echt niet duur en je hebt echt best wel goede kwaliteit. Ik kocht deze legging voor, ik geloof, €12,95. Ik heb er zelfs een artikel over geschreven en ik vind hem echt super fijn. Het is een 7/8 legging. Ik vind hem iets korter dan een 7/8 legging. Maar hij zit echt prima. Hele goede legging. Dus helemaal niet duur. En ik vind het leuk om af te wisselen met verschillende printjes. Ik heb bijvoorbeeld deze. Hij is van Puma. Maar ik heb hem ook een keer in een outlet gekocht. Hij was echt helemaal niet... Nee, dat lieg ik. Ik heb deze gekregen van vriendinnetje Rashida. Die hem in de outlet heeft gekocht. Dus ik heb helemaal niks zelf gekocht. Maar dit soort broeken, ja, je moet het toch leuk vinden. Ik ben er helemaal weg van. Maar dit kan je dus prima vinden in outlet stores voor echt een zacht prijsje. Ik geloof dat zij toen iets van €15 voor deze broek heeft betaald. Dus ook weer, ga naar Batavia Stad, ga naar Roermond, ga naar een Nike Factory Store en je vindt zulke dingen. Ook bij bijvoorbeeld de H&M heb je hele leuke sportleggings. Lange, korte, driekwart, van alles en nog wat. En bij de Aldi en bij de Lidl heb je ook wel eens hele goede aanbiedingen. Dan betaal je echt naar je €10-15 voor een sportlegging. En is gewoon leuk voor erbij. Je hebt je basic goede broek en dan kun je erbij nog een leuke met een printje nemen. Ik heb ook nog eventjes, ik heb een heleboel om jullie te laten zien. Ik heb veel te veel sportkleding, jongens. Deze bijvoorbeeld van Bjorn Borg, die was wel heel duur. Ik geloof dat ik hier €50 voor betaald heb of zo. Maar ik vind het wel echt een hele toffe broek, een hele toffe wassing. Hij is ook weer driekwart, dus ietsje korter dan die broeken die ik jullie net heb laten zien. Dit waren allemaal strakke sportbroeken en dat is eigenlijk ook wel mijn favoriet. Ik vind het heerlijk zitten. Ook als je wat breder bent, dus als je niet zo afgetraind bent, probeer eens een strakke broek. Want het zit ook echt gewoon heel fijn. Als jij onzeker bent over je lichaam en vooral over je billen, dan kun je een wat langer shirtje kiezen die over je billen heen valt. En dan valt het eigenlijk helemaal niet op. En zeker een hele lange strakke broek kleedt ook nog eens heel mooi af. Die driekwart broeken die snijden je kuiten wat af en dat, ja, vind ik zelf iets minder flatterend. Ik heb echter ook een wijdere broek. Hier heb ik volgens mij niet eens een foto van als ik hem aan heb. Nee, het is een wijdere broek van Nike. Ook echt heel baggy. Ik heb hem vaak aan bijvoorbeeld met Zumba. Dan vind ik hem echt heel erg fijn. Om te dansen dus. Maar om in te trainen is dit niet mijn favoriet. Maar voor dansen vind ik het echt heel erg fijn. En het ziet er ook nog eens leuk uit. Weet je wel, als je danst en alles zwiert zo alle kanten op. Ik vind dat gewoon heel erg leuk. En daarnaast, je kan het vast niet ontgaan zijn als je me volgt. Mijn laatste tijd, mijn favoriet, is echt mijn korte broekje van Nike Pro. Ik zal hierna ook even een foto plaatsen dat ik hem aan heb. Dit broekje, hij is echt heel erg kort, dus het moet je staan, zeg maar. Je moet het durven en je moet je er prettig in voelen. Maar ik vind het echt ontzettend fijn sporten met een shirtje erboven. Vind ik het super fijn. Ik ga er zeker nog een kopen, zo'n broekje van Nike, want ik ben verkocht. Dan wat de shirtjes betreft, vind ik het nog veel makkelijker om goede deals te scoren. Qua shirtjes ga ik eigenlijk altijd voor shirtjes zonder mouwen. Je zult me eigenlijk vrijwel nooit zien sporten in een shirtje met mouwen, tenzij ik buiten ga hardlopen en het is echt heel koud weer. Ook weer bij de Decathlon heb je echt een hele goede aanbieding. Ik kocht dit shirtje voor €4,95. Ik heb hem ook in een blauw-paars variant. Echt geen geld. Het is een mooie rekstof. Het valt super goed. Het blijft ook wel goed in de was. Dus zeker een aanrader. Ik zou deze shirtjes een maatje groter kopen dan wat je normaal hebt. Ik heb geloof ik een M. Ja, een maat 40, een M. En ik heb normaal echt een S. Dus koop hem een maatje groter, dan zit hij goed.
Ook bij de Lidl of bij de Aldi kun je prima zulke basic sportshirtjes vinden. H&M heeft hele mooie sportshirtjes voor 10 euro. Dus dat zijn echt mijn aanraders qua budget, zeg maar, sportkleding kopen als het gaat om shirtjes. Als je wat wijdere shirtjes vindt, kun je ook bij die winkels terecht. En de wijdere sportshirtjes vind ik dus heel fijn om, als je voor die dagen dat je je net niet lekker voelt. Zeker boven zo'n strakke broek is een wijder shirtje, dan voelt het gewoon net even veiliger. Ik heb bijvoorbeeld deze van Nike. Het is ook een wat wijder shirtje. Hij valt ook heel los. Dus je hebt er helemaal geen last van tijdens het sporten. Hij ademt goed. Vind ik een super fijn shirtje om in te trainen. Of een nog iets wijdere, deze. Ook een super fijn shirt, er staat heel licht Nike op. Met lekker flowy. Als je wat vette rolletjes hebt die je wil camoufleren, dan gaat dat prima met zo'n shirtje. En dan maakt het echt niet uit als je een strakke zwarte broek eronder hebt. Als je trouwens onzeker bent over je benen, ga dan voor een zwarte broek. Want dat camoufleert veel meer dan bijvoorbeeld zo'n kleurige broek of een broek met streepjes. Daarnaast heb ik nog twee shirtjes om jullie te laten zien. Deze, eentje met print, vind ik echt mijn favoriet. En die doe ik vaak boven een rustige broek. Dus ik zou niet en een drukke broek en een druk shirtje doen. Maar ik ga dan voor deze met een rustige broek. En ook weer van Under Armour, hij zit nog binnenste buiten, is dit mijn favoriete shirtje. Je zag hem net al even in de foto met het korte Nike broekje. Ik vind Under Armour shirts ook weer super fijn. Ze zijn vaak heel basic qua design, maar ze blijven gewoon zo goed in de was. Je betaalt er, ik denk dat je voor dit shirtje ongeveer 15 tot 20 euro betaalde. Dus niet super goedkoop, maar het is echt het geld waard. Dus investeer ook gewoon in een paar goede shirtjes. Heel leuk detail, hij heeft hier een heel fel kleurtje. Op de camera lijkt het iets minder fel, maar het is echt neongeel groen, zeg maar. Vind ik een heel leuk detail. Dat waren mijn tips voor het aanschaffen van leuke sportkleding. Mijn tips zijn dus, bespaar niet op schoenen en op sport-BH's voor de vrouwen. Kies een paar goede basics en daarnaast vul aan met budgetdingen van de HEMA. Of de HEMA heeft trouwens ook leuke sportjes, maar vooral van de H&M, van de Decathlon, van de Lidl en de Aldi. Dat zijn mijn favoriete budgetmerken. Bij de Scapino heb je ook wel eens goede Nike shirts bijvoorbeeld. Maar ik vind toch snel dat ze dan vrij snel verwassen. Dus ik ga liever naar die andere winkels. Ik hoop dat je wat aan gehad hebt. Druk op een duimpje omhoog als dat zo was. Subscribe op YouTube als je dat leuk vindt. En je kunt me liken op Facebook. facebook.com/OptimaVita. Als jij vragen hebt over mijn sportkleding, dan kun je dat hieronder stellen. En ik zie je heel graag in de volgende video. Doei doei!